Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel gaan we praten met de directeur van het Sint Vincentius ziekenhuis, de heer Jason van Genderen. We gaan het hebben over de verschillende ontwikkelingen binnen het ziekenhuis, maar ook gewoon zijn kijk op zaken naar de gezondheidszorg in Suriname vanuit zijn punt als directeur van het ziekenhuis. Blijft u kijken. En hierover gaan we vandaag praten met de directeur van het ziekenhuis, de heer Jason van Genderen. Dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om met ons te zitten vandaag. Hoe gaat het met u? Onder omstandigheden gaat het wel redelijk goed. Nou, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. U zit er bijna, of ja, u zit er al 10 maandjes aan als directeur. Hoe kijkt u terug naar deze periode? Nou, het is vanaf het begin een grote uitdaging geweest. Ik wist trouwens ook waarmee ik zou beginnen. En ik moet meegeven dat ik de volle ondersteuning heb gehad van het personeel, van de Raad van Toezicht. Alle mensen die eigenlijk betrokken zijn bij het ziekenhuis hebben ervoor gezorgd dat ik goed ben ingeburgerd. Dus ik ben vrijwel in een rijdende sneltrein gestapt, maar ik heb me heel snel kunnen aanpassen. Natuurlijk onder begeleiding en met hulp van de mensen die dus betrokken zijn bij de organisatie. U heeft aangegeven veel uitdagingen. Breng me naar mijn volgende vraag. Welke uitdagingen waren die zoal vanaf het begin? Nou kijk, ik denk dat de uitdagingen binnen de gezondheidszorg alom bekend zijn. En elk ziekenhuis heeft dus in feite, het is elke dag een uitdaging om in feite de dienstverlening te continueren. Toch? Er is een tekort aan personeel, er is een tekort aan medicatie, medisch verbruiksartikelen. De salarissen van de mensen die hier werken zijn aan de lage kant. Het is elke dag een uitdaging om die dienstverlening, dan heb je het over de diensten die we hebben, dat zijn dus de opnameafdelingen, de polyklinieken, het laboratorium, de radiologie en noem maar op. Alle dienstverleningen in feite in stand houden en het allerbelangrijkste, de kwaliteit ervan in stand houden, dat is elke dag een uitdaging. Ja, u heeft iets moois aangehaald. Dat is eigenlijk ook waarover we later in het gesprek zullen praten. De tekortkomingen van de verschillende ziekenhuizen. U ondervindt er natuurlijk als ziekenhuis ook last van. Maar als het dus gaat om het personeel. U bent gekomen als directeur. Wat was toen de situatie in vergelijking met nu? Nou kijk, in feite zat het ziekenhuis een tijdje zonder een directeur. Er was dus wel een waarnemend directeur, dat was de medisch directeur die had waargenomen in de functie. Maar in feite was er eigenlijk een beetje gebrek aan leiding. En ik heb het in feite kunnen opvangen, maar natuurlijk niet alleen. Als directeur heb je geen toverstokje. Kijk, mensen hebben wel verwachtingen. Maar als je een bedrijf binnenstapt, dan ga je eerst het plan voor jezelf moeten uitzetten. In dit geval gaat het om een ziekenhuis waarbij er ook stakeholders bij zijn betrokken. Je hebt de Raad van Toezicht, je hebt RK Bisdom, je hebt de staf, je hebt je directie. Dus je gaat in feite een strategisch beleidsplan moeten uitzetten voor de komende 5 jaren. Je wil gaan plannen, je moet plannen, wil je in feite vooruit gaan boeken. En de uitdaging begint al bij het plannen, omdat je niet vooraf kan anticiperen op hoe de financiële situatie van het land zal zijn. We hebben opgemerkt, we zijn de afgelopen periode geconfronteerd, de samenleving is geconfronteerd met drastische stijgingen van de koersen, de valutakoersen, en die hebben dus direct eigenlijke impact op de gezondheidszorg. Kijk, bijna alles, nou, je kan zeggen voor 90-95% wordt geïmporteerd. Ook binnen de gezondheidszorg, verbandmateriaal, medicijnen moeten we inkopen. Alles komt vanuit het buitenland en alles wordt in valuta betaald. Dus het moment de koers stijgt, gaan de leveranciers ook de prijzen moeten verhogen. Gelukkig probeert de regering wel in te spelen, toch? Want kijk, de tarieven zijn niet marktconform. Waarmee het ziekenhuis eigenlijk de tarieven waarvoor er gedeclareerd wordt voor de behandelingen, die zijn niet marktconform en kunnen ook niet marktconform gehanteerd worden. Want dan ga je een stijging krijgen op de premies. En dat wordt dan ook nog zwaarder voor de samenleving om te gaan dragen. Dus het is steeds een onderhandeling, ook met de regering en ook met de particuliere zorgverzekeraars, om in feite tot tarieven te komen, zodat we wel kostendekkend kunnen werken. Op dit moment, de realiteit is dat alle ziekenhuizen maandelijks meer kosten maken. We kunnen onze kosten niet dekken. En van elk ziekenhuis is je grote kostenpost je personeelskosten.
Dat is, ook een, dat is een verplichting, een verantwoordelijkheid elke maand. Je hebt, er zijn gezinnen, je bent verantwoordelijk voor de gezinnen, voor de mensen die hier werken. En dat moet je gewoon elke maand voldoen. U heeft aangegeven de tekortkomingen die er zijn. Eigenlijk is het ook gewoon een probleem throughout onze volksgezondheid, eigenlijk in Suriname, als het dus daarom gaat. Maar hoe probeert u als leiding van het ziekenhuis in te spelen op deze tekortkomingen? Ja, kijk, als leidinggevende ga je eerst proberen je binnen je eigen organisatie in feite je processen efficiënt te maken. Als er al een tekort is aan medicatie, een tekort aan personeel, een tekort aan verbruiksartikelen en apparatuur, ga je ervoor moeten zorgen dat datgene wat je hebt wel efficiënt wordt ingezet. En dat is op zich voor zo'n grote organisatie best wel moeilijk, toch? En het mooiste van de gezondheidszorg, daarom heb ik er zelf ook voor gekozen, is dat het dagelijks verandert. Je hebt dagelijks nieuwe methodes, dagelijks worden nieuwe medicatie uitgevonden om mensen beter te maken. Maar dagelijks komen er ook nieuwe ziektes bij. Dus het is een wereld dat blijft veranderen. En het is natuurlijk de uitdaging om als ziekenhuis of als leidinggevende om op dat niveau te kunnen doorwerken. In feite de ontwikkelingen te kunnen bijbenen binnen de gezondheidszorg. Want iedereen wil de beste gezondheidszorg, de beste kwaliteit gezondheidszorg hebben. Maar ze willen er niet voor betalen. Niemand kiest ervoor om ziek te zijn. En als je plotseling ziek bent en ziet dat je zoveel moet betalen om in feite te genezen of om beter te worden, is het natuurlijk, dan pas wordt men wakker. Toch? En natuurlijk als je gezond bent, denk je van ja, ik hoef nooit naar het ziekenhuis te gaan of het gaat me niet overkomen. En dan anticiperen ze niet erop. Ja. Maar je moet altijd voorbereid zijn op het ergste. Zo ook binnen dit ziekenhuis. We proberen dus in feite, ben ik vanaf mijn start begonnen, te werken aan de efficiëntie van de verschillende processen binnen de zorg zelf. Hoeveel verbandmateriaal wordt gebruikt bij een bepaalde behandeling? Welke medicatie heb je dus dringend nodig? Wordt mijn verpleegkundige wel volledig ingezet? Wordt de administratieve kracht volledig ingezet? Zijn er daar te veel administratieve krachten? Zijn er daar te veel? Zijn er processen die in feite ervoor zorgen dat het in feite dat het zwaarder wordt voor het personeel? Je gaat eerst binnen je eigen organisatie moeten kijken hoe je het in feite efficiënt kan maken. En dat is elke dag, dat is ook elke dag werk. Hè? Dus elke dag ken je de nieuwe methodes en dan heb je ook mensen, je moet je personeel erbij betrekken. Je personeel moet ook gemotiveerd blijven om het te doen, want je gaat het personeel moeten sturen om trainingen te volgen. Je gaat ze nieuwe methodes moeten aanleren en daar moeten ze ook gemotiveerd voor blijven. Natuurlijk is de eerste motivatie het salaris. Toch? Als je een opleiding doet, als je in feite een training hebt gedaan, verwacht je ook dat je gaat stijgen in salaris. En dat is ook voor ons de uitdaging, omdat wij dan niet in feite de gelden hebben om de verhogingen door te kunnen voeren. Dus daar begint. Het begint eerst binnen je eigen organisatie. En de tweede stap is dan kijken hoe je kan samenwerken. Toch? En daar zijn we dus in feite, alle ziekenhuizen zijn dus verenigd in het NZR, het Nationaal Ziekenhuisraad. En proberen we dus als Nationaal Ziekenhuisraad ook de problemen in feite op te lossen, maar dan gezamenlijk. Ja. Dan ga je dan naar buiten toe, waarmee kan jij me helpen, wat kunnen we dit doen, kunnen we in feite ervoor zorgen dat de verpleegkundigen worden uitgeleend, heb je nu dit nodig, heb je een medicament niet, heb je dat dringend nodig. Dus zo is er altijd onderling die samenwerking op directieniveau, maar, laten we dat ook gelijk zeggen, ook op personeelsniveau, ook de specialisten. Toch? De specialisten en de artsen onderling hebben heel goed contact met elkaar van alle ziekenhuizen. Als er een bepaald medicament nodig is, is er een groepchat, worden ze gebeld van hey, heb je dit nu, kunnen we het even van je lenen? Heb je wat OCA-materiaal vooral? Dat is heel belangrijk, want kijk, wanneer er bijvoorbeeld spoedoperaties gedaan moeten worden en blijkt dat zij een bepaald medicament of een bepaald verbruiksmateriaal niet hebben, dan wordt er heel makkelijk gebeld, de medische directeuren onderling, maar ook de specialisten onderling, kijk van kan je met Nuline, de mijne komt over 2 weken, weet je. Dus we proberen, het is echt steeds passen en meten, maar het is wel heel belangrijk om te nadrukken, elke maand worden onze kosten hoger, elke maand staan we rood bij de bank, elke maand proberen we met onze leveranciers te praten om ons nog wat ruimte te geven om onze betalingen te verrichten. En zelfs de leveranciers vragen nu, zeggen ze keihard, als je ons niet betaalt, contant betaalt. We hebben dus nu zulke hoge schulden bij ze, zodat wanneer we iets moeten kopen, dan willen ze het of contant, of ze willen het binnen 2-3 dagen hebben en ze leveren het niet. Dus dat is nu de harde realiteit. Het is verschrikkelijk zwaar. Nou, dan vragen we, kijk, omdat we dus geen marktconforme tarieven hebben, toch, dan moeten patiënten in de meeste gevallen soms ook bij gaan betalen.
toch voor medicatie, voor verbruiksartikelen gaan ze bij moeten betalen. Boy, ik ben even nog, u geeft aan, elke keer worden de kosten hoger en wat eigenlijk de realiteit is. U heeft zelfs ook aangegeven, ik denk dat dat wel belangrijk was te benadrukken, dat onderling die samenwerking er wel is tussen die, of ja, onder de artsen. Dus dat is wel mooi om aan te horen. Maar wat is de structurele oplossing hiervoor? Want het wordt eigenlijk alleen maar erger, financieel, zeg maar. Dus ja, kijk, we gaan in feite, zijn we bang dat we ergens naar de afgrond toe gaan. En er moet ingegrepen worden. Toch? En we hebben dus vaker hebben we dus ook de noodkreet geuit. Recentelijk heeft u ook dat van het Academisch Ziekenhuis in de media gezien. Ik moet meegeven dat het ministerie ook gelijk daarop heeft ingespeeld en gesprekken heeft gevoerd en geprobeerd oplossingen te voeren. Er moet geld erin komen. Toch? Men moet gaan kijken hoe we het model anders moeten gaan aanpassen. We kunnen niet op deze manier verder. Daar is een ieder zich in feite al van bewust. Dus in feite moeten alle stakeholders binnen de gezondheidszorg dus nu ook al een plan maken voor de komende 5 tot 10 jaar. Maar daarnaast ook kijken wat doen we om de situatie nu op te lossen. En dat is ook al de uitdaging. Want geloof me, een stijging van de tarieven heeft direct invloed op de premies. U weet ook recentelijk zijn de premies verhoogd van het staatsziekenfonds. En dat heeft dus kijk. De regering wil het natuurlijk niet zwaarder maken voor de samenleving dan ze het nu al hebben. Toch? Maar dat geld moet ergens vandaan komen. Dus het is eigenlijk nu ook, dus kijk, wij als ziekenhuizen hebben onze cijfers gepresenteerd. We hebben laten zien dat we in feite elke maand gewoon de kosten voor ons oplopen. Toch? En dat we in feite geen kant meer uit kunnen. En de regering heeft ons aangehoord en die is dus nu ook bezig om in feite samen met ons in feite oplossingen te gaan zoeken. Kijk, de oplossing is natuurlijk het herstelplan zorg. Ik denk dat jullie ook hebben vernomen van het herstelplan zorg, waarmee men bezig is. En dat is eigenlijk dat er een betere verdeling komt binnen een herstructurering van het zorglandschap. Toch? Ziekenhuizen moeten dus in feite, net als wat ik zei in het begin, als eerste ga je in de organisatie kijken, naar de efficiëntie binnen je organisatie kijken of alles wel efficiënt wordt ingezet, want je hebt al heel weinig. Ja. En nu kijkt dus in feite het ministerie, zij nemen de verantwoordelijkheid om te kijken naar het groter plaatje van, worden alle ziekenhuizen wel efficiënt gebruikt? Worden de ziekenhuizen ook wel efficiënt ingezet? Het Wanica ziekenhuis, het groter plan. Toch? Je gaat je moeten richten op de ziektes, de meest voorkomende ziektes in de verschillende buurten waar de ziekenhuizen zijn geplaatst. Maar je gaat ook echt een analyse moeten maken en kijken of er nog een EHBO bijvoorbeeld nodig is. Of het Academisch Ziekenhuis zich alleen moet gaan richten. Echt ook specifiek moet gaan richten op tertiaire zorg. Yeah. Toch? En zo ook verder. En de ziekenhuizen die moeten dan in feite aanvullend zijn. Toch? Dus in feite een herstructurering van het koekje. Toch? Dat in feite beter verdeeld moet worden, zodat een ieder toch efficiënt wordt ingezet. Elke stakeholder, daar heb ik het niet alleen over de ziekenhuizen, daar heb ik het ook over de RGD, ook nog alle instanties, een beetje de medische zending, alle instanties binnen de gezondheidszorg, dat ze dus in feite goed worden en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Ja. Dus dat is het grotere plaatje. Ja. Maar het probleem van nu, dat moet wel opgelost worden. Dus daar zijn we dus nu eigenlijk als ziekenhuizen binnen NZR-verband dus echt hard mee bezig. Maar ook het ministerie, die is ook dus daarmee bezig. En dan gaat het niet alleen van volksgezondheid, maar ook het ministerie van Financiën. Ja. Want het gaat steeds verder. De verantwoordelijkheid komt uiteindelijk wel op de regering. Ja, dus het is nu, de huidige status is nu dat er wordt gewerkt vanuit de regering met de ziekenhuizen. Mm-hmm. Om te kijken naar zeg maar, een beter plan. Nou, naar kijken en feitelijk zetten nu wat we nu acuut kunnen doen. Want we gaan naar de afgrond, toch? Ja. We gaan echt naar de afgrond en er moet dus nu echt een oplossing komen. Ja. Of het nou komt door middel van subsidies, toch? Op bepaalde gebieden of tariefverhoging. Maar er moet ergens wel een oplossing komen. Maar het groter plaatje natuurlijk, daar werken we, dat gaat samen. Ja. Dat gaat samen. Maar had dit voorkomen kunnen worden? Dat het nu zo erg is, dat er zoiets is van, hey, we moeten nu handelen, want dit gaat niet meer werken. Nou kijk, het is moeilijk om aan te geven of je dit ding zou kunnen voorkomen. Omdat niemand had verwacht dat de koersen zo zouden gaan stijgen. Niemand had verwacht dat het in feite zo slecht zou gaan. Niet alleen met Suriname, maar ook met een aantal landen in de wereld. Dat de situatie dus nu zo is. En hoe goed je je ook kan voorbereiden op iets, er zullen wel ook altijd bepaalde flaws zijn of dingen die je anders zou willen doen. We zijn allemaal mensen en natuurlijk zou je soms dingen wel anders willen doen of beter kunnen hebben aangepakt. Maar we leren eruit, toch? Kijk,
ik vind persoonlijk dat we de COVID-periode toch heel mooi hebben kunnen overbruggen. Het was een ware uitdaging voor ons geweest, als samenleving, als land. En ik vind wel, ja kijk, het is wel jammer de mensen die hun levens hebben verloren. Toch, ik voel nog steeds met ze mee. Ik heb het van heel dichtbij mogen meemaken, toch? Maar ik vind dat we in feite lering moeten treffen uit die periode. Want in die periode hebben we ons samen gebundeld. Niet alleen op het gebied van gezondheidszorg, maar ook bedrijven, particuliere instanties hebben ziekenhuizen ondersteund. Ziekenhuizen zijn hun personeel gaan clusteren. We zijn onze inkopen gaan clusteren. Toch? Dus we hebben dus wel... Ik vind dat we daaruit lering moeten treffen en proberen dus die positieve punten mee te nemen. En natuurlijk te blijven werken aan verbetering en verandering. Maar dat is zeker weer van het begin. De gezondheidszorg verandert dagelijks. Yeah. Er was laatst een actiemodel in uw ziekenhuis als het dus ging om het personeel. De bond heeft zich geuit over hun misnoegens als het gaat om de onbetaalde gelden die destijds een probleem waren. We hebben dus trouwens ook gesproken met de ondervoorzitter. Wat is de huidige status nu? Nou kijk, we hebben toch wel overeenstemming kunnen krijgen met de bond. Ze zijn natuurlijk niet helemaal tevreden en ik neem ze persoonlijk daarvoor ook niet kwalijk. Het is ook belangrijk om mee te geven, toch, misschien de manier hoe de bonden in de media komen, lijkt het misschien alsof, ja, de bonden zijn er steeds op uit om geld naar binnen te halen of er moet betaald worden. Maar dat is niet het geval. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de bonden in feite heel veel meewerken met de ziekenhuizen. Want ze konden in feite alles ook platleggen. Maar de mensen zelf, die ook verbonden zijn aan de vakbond, ze kennen hun verantwoordelijkheid. En ook deze voorzitter en de ondervoorzitter, want ze weten zeggen van, kijk, directeur, het personeel is zeer ontevreden. We hadden allemaal verwacht dat we de vakantiegelden op tijd zouden krijgen en dat we nog datgene waarop we recht hebben, toch, wel op tijd zouden kunnen krijgen. Maar we snappen ook dat we een verantwoordelijkheid hebben naar het ziekenhuis toe. Dus we werken tot 12 uur, maar dan hebben bepaalde, want dat zegt men niet, dan hebben bepaalde afdelingen ook nog dispensatie. Want een zieke mens wordt ook niet naar huis gestuurd. Toch? Een zieke mens moet je behandelen. Als verpleegkundige, als arts, als personeelslid van het ziekenhuis. Ga je het verschrikkelijk erg vinden dat jij actie zit te voeren en iemand komt te overlijden in het ziekenhuis door jouw nalatigheid. Dus de bonden werken ook altijd mee, maar op een gegeven moment vinden ze het ook te veel. Dus ik begrijp ze, toch? En zij begrijpen ook onze financiële situatie. Want ik weet niet van anderen, maar ik ben wel heel transparant, toch? De bonden hebben ook inzage van hoeveel wij verdienen en wat naar het personeel gaat. En zij zeggen, boy, directeur, ik weet dat u niets kan doen, hoor. Maar probeert u toch even, wat zijn de mogelijkheden? Want we willen toch wel dat het personeel in feite toch tevreden naar het werk komt. Toch? Dus het is ook steeds, ik moet aangeven dat de bond ook steeds meewerkt. En altijd eerst met ons zit. Er wordt afgestemd van, kijk, we kunnen nu en nu kan het niet meer. Ze zijn in mijn ogen nooit onredelijk. Yeah. En vooral ook het personeel niet. Want ook, je ziet ze misschien soms bij de minister staan voor de deur. Maar om datgene te vragen waarop ze recht op hebben. Toch? Daarvoor gaan ze vechten. Maar dan nog laten ze de zieke mens niet. Toch? Dus ik ben blij dat er in feite de bonden laatst waren uitgenodigd bij de stakeholders sessie. En dat ze dus wel hun zegje hebben kunnen doen. Want ik blijf het zeggen, als het ziekenhuis vooruit gaat of groeit, groeit het personeel mee. En de bond die is ook deel van de leiding van het ziekenhuis. Ja. Voor het feit dat u zelf inziet dat de bonden eigenlijk gelijk hebben. Ik bedoel, het ligt eigenlijk vlak hier. We leven in een hele moeilijke tijd. En natuurlijk, u geeft aan, u kunt ze snappen. Dat vind ik wel prachtig van u. De meeste mensen zouden het niet toegeven, zeg maar. Kijk, als directeur, het is wel heel belangrijk. Als directeur wil je nooit dat ze gaan staken. Ja, maar staken is echt het uiterste model, toch? Van actie voeren, van kijk, het kan niet meer. En je doet er als directie, wil je er alles aan doen om dat te remmen. Moet dat toch gebeuren, dan ga je toch een beetje onderhandelen om een soepeler actiemodel waarbij de dienstverlening niet wordt gestagneerd. Maar soms kan dat ook niet. Mm-hmm. Soms kan dat ook niet. Soms moeten we daar ook onze ogen voor open houden dat dat soms ook gewoon niet kan. En wat zou volgens u de regering kunnen doen om het zorgpersoneel eigenlijk op een dus zodanige manier tevreden te stellen? In zeg maar zekere mate als het dus gaat om financiën. Want we zien dat we echt een heikelpunt is iedere keer. Om ze toch wel
die waardering te geven. Want als je moet kijken naar bepaalde groepen in de samenleving, is de veel voorkomende uitspraak, we voelen ons niet gewaardeerd. Net als wat je zegt. Ze moeten iedere keer naar de minister voor geld, dat waarop ze recht hebben. Dus wat is de structurele oplossing hier? Dus kijk, de regering zelf, het is zelf voor de regering een grote uitdaging. Omdat zij ook, ik denk zij hebben dan een groter budget, en zij ook moeten gaan passen en meten met het budget dat ze hebben. Dus de regering doet zijn best, want ze komen ook in. Er was recentelijk zijn er toezeggingen gedaan voor om brain drain tegen te gaan. En heeft het personeel ook bepaalde toelages gehad, toch? Maar men kan ook niet alles geven wat men wil. Men heeft het budget gewoon niet daarvoor. Dus in feite, ze doen hun best, ze werken eraan, maar er moet meer komen. En dat moet eigenlijk, ik weet niet hoe ze dat gaan doen, maar dat moet ergens wel vandaan komen. Heeft u een boodschap als het dus gaat om de gezondheidszorg? Mag u in de camera kijken? Nou kijk, niemand kiest ervoor om ziek te zijn. Maar ik wil de mensen wel op het hart drukken, vooral in deze moeilijke periode. Probeer zoveel mogelijk gezond te leven. Probeer zoveel mogelijk gezond te eten en goed te bewegen, zodat je niet hier in het ziekenhuis terecht hoeft te komen. Maar doe dat niet alleen voor jezelf, doe dat ook voor de mensen om je heen. Toch? Adviseer de mensen om je heen, je kinderen. Het begint van kleins af, het begint vanaf de schoolbanken. Mensen moeten, we moeten er bewust van worden, toch? Hoe ziek we als mens worden. En dat kan ook zijn door stress. Maar het belangrijkste oorzaak is je eten en je leefpatroon. Daar moet er verandering in komen. Laten we allemaal er wel bewust van worden en gezonder gaan proberen te leven en te bewegen. Dank u wel, meneer Van Genderen. Dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om met ons te zitten vandaag. Dat is de directeur van het ziekenhuis. We hebben met hem gesproken over de verschillende ontwikkelingen van zijn perspectief uit als directeur. Dat was het eerste deel, maar gaat u nog niet weg, want er volgt een tweede deel van In Gesprek Met. Zo kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met de herkozen voorzitter van de VES, meneer Steven Dibby Persat. Kijkt u mee. Nogmaals, goedendag meneer Dibby Persat. Welkom in ons programma. Ik zal direct met de deur in huis vallen. U bent herkozen als voorzitter van de VES. Wat vindt u daarvan? Nou, dus herverkiezing betekent dat leden vertrouwen hebben. En het is goed om te vernemen dat leden vertrouwen hebben. Waar hebben leden precies vertrouwen in? Vertrouwen over het gevoerde bestuur en beleid van het vorig jaar. En het financiële is een onderdeel daarvan. Voor ons, dus dat is mijn gedeelte als persoon, voor ons als organisatie is het belangrijk dat we een bepaalde mate van continuïteit hebben. Dusdanig dat je jongeren, mensen die nieuw zijn, meeneemt in je bestuur. Want uiteindelijk wil je hebben dat mensen doorgroeien in de organisatie, op een bepaald moment ook de bestuursfuncties overnemen, zodat we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren binnen ons bestaan als economen, maar natuurlijk uiteindelijk binnen het land. Ja. En als u terugkijkt op uw vorige zittingstermijn, kijkt u positief terug? Jazeker, we hebben vorig jaar heel veel belangrijke, ik zou zeggen leuke dingen kunnen doen. Waarom expliciet vorig jaar? Vorig jaar bestond de VES 50 jaar. 17 oktober om precies te zijn. Vorig jaar hebben we voor het eerst het staatshoofd gehad bij de nieuwjaarsreceptie. Doorgaans waren het vooral belangrijke mensen in de economie, dus of ministers van Financiën, toppers van de centrale bank. Dus voor de eerste keer dat een president de nieuwjaarsrede heeft gehouden, dat was januari 2022. Oktober waren we 50 jaar. Daartussenin hebben we twee belangrijke thema's gedaan die te maken hadden met duurzaamheid, eigenlijk drie, met duurzaamheid. Een discussie over hoe je duurzaam het bosbeleid en eigenlijk de houtsector inricht. Zodat meer banen gecreëerd worden, wat houdt dat precies in en hoe zou zo'n pad eruit moeten zien. We hebben ook die dag gezegd van het blijft niet bij één moment. We willen een follow-up daaraan hebben en we zijn ook committed om dat te doen.
Een andere was de inrichting van de visserijsector, omdat het een steeds belangrijkere sector begint te worden in de samenleving. Veel mensen hebben een baangarantie daarin. En hoe dat op een betere manier vervuld kan worden. En het allerlaatste, daar eindigden we ook mee vorig jaar, is het planten van mangrovebomen en plantjes eigenlijk. In weg naar zeegebied, omdat het zo belangrijk is voor de kustbescherming, ecosystemen en uiteindelijk voor het verhaal achter carbon credits. Ja, en zijn er zaken dat u in uw vorige termijn beter had willen doen? Ja, kijk, uiteindelijk, sommige activiteiten hebben korte voorbereidingstijd nodig, andere activiteiten hebben lange voorbereidingstijd nodig. Idealiter wil je elke maand een activiteit hebben. Desalniettemin, je bent met gelimiteerd aantal bestuursleden. We hebben gelukkig al jaren ondersteuners die meer de vereniging is erg enthousiast om te ondersteunen naar verschillende activiteiten toe. Maar met name de grotere activiteiten lukt het ons niet om veel ervan in één keer te doen. De voorbereiding kan dan maken dat je 2 maanden nodig hebt om eentje te gaan realiseren. Recent hebben we het tussentijds economisch debat gehad van de VES. Het is de eerste keer dat we een tussentijds debat hadden en we zijn echt lang bezig geweest met het voorbereiden. Met name ook omdat we gewend zijn in Suriname om het economisch debat te hebben daags voor de verkiezingen. Maar je kan niet je tussentijds economisch debat doen op exact dezelfde manier als het gewone debat. Dus dan ben je langer bezig met voorbereiden, want je wil geen fouten maken. Je kan het ook niet herhalen. En zolang je bezig bent daarmee, kan je ook geen andere activiteit doen. Dus je bent wel gelimiteerd in de dingen die je wil doen. Maar uiteindelijk probeer je te kiezen tussen wat is zwaarder, wat is actueler en waar hebben mensen de belangrijkste boodschap aan. Okay. En wat zullen uw focuspunten zijn in het nieuwe termijn? Ja, dus ik vind duurzame ontwikkelingsaspecten, het belichten daarvan erg belangrijk. Het meenemen van grote delen van de samenleving en het economisch verhaal. We zeggen het altijd als VES, ergens op school vindt het toch vrij veel Surinamers economie als vaak niet sexy. Desalniettemin vertaalt de economie zich in ons land vaak negatief naar het werkelijke, de praktijk, de man van de straat dus. En dat zou niet zo moeten zijn. Om economie te laten werken voor jou heb je dus wel een beetje begrip nodig van wat gebeurt er. En met name geldzaken, wisselkoers is eentje ervan. Er zijn niet veel samenlevingen waarbij wisselkoers zo topprioriteit is. Maar in Suriname wel. Dus dat zijn enkele ingrediënten van de economie die wel spelen bij de burger. Waar we wel een rol hebben om dat goed uit te leggen. Zodat er meer begrip ontstaat in de samenleving. En uiteindelijk is dan het gedeelte naar de samenleving, uiteindelijk willen we wel hebben dat die maatregelen genomen worden die goed werken voor het land en leiden tot duurzame ontwikkeling. En daar blijven we toch wel sceptisch over. Ja, en als u dus moet terugkijken op wat de VES tot nu toe heeft kunnen doen, zijn jullie tevreden met de bijdrage die jullie hebben kunnen leveren aan de Surinaamse samenleving? De VES is dus opgericht op 17 oktober 1972. Dat is dus zelf voor de onafhankelijkheid. En de gedachte was om na te denken over een visie, een lange termijn visie die duurzame economische groei zou resulteren in duurzame economische groei en een ontwikkelde samenleving. Helaas moet ik 18 augustus 2023 constateren dat we zeker geen ontwikkelde samenleving zijn en vele mensen vinden dat ze er armer op zijn geworden dan een paar jaar geleden. Dus eigenlijk betekent het dat we nog harder die boodschap moeten brengen. Naar wie? Natuurlijk naar de samenleving. Vergeet niet, Suriname is een democratie. De macht zit toch bij het volk. Aan de andere kant zitten politici achter het stuur en ze moeten de juiste richting opslaan en op de juiste momenten links en rechts af inslaan. Maar die keuze wordt misschien niet altijd goed gedaan, omdat de adviezen misschien niet goed is nagedacht over de adviezen. Dus toch een belangrijke rol voor de VES om te adviseren en dat doen we dan gevraagd en ongevraagd. En dat zullen we door blijven doen, want de kentering die we kennen in ons land moet nu echt stoppen.
Ja, en heeft het goed gezegd. Dus niet alleen de samenleving speelt een bepaalde rol, maar ook dus de machthebbers. En we hebben eerder gezien dat de regering haar intentie heeft uitgesproken om nauwer te gaan samenwerken met de VES. Hoe loopt die samenwerking? Zou dat beter moeten lopen. Ik vind helemaal niet dat het goed loopt. Op het moment dat je merkt dat de samenleving armer wordt, dan is dat dus een pijnlijke constatering. Einde vorig jaar begonnen we met de regering te adviseren dat het erg belangrijk was dat men zou werken aan een goed doordacht sociaal vangnet, omdat je anders een ontwikkeling in de samenleving krijgt die je niet wil hebben. Dat hebben we dan ook gezien in februari. Het zijn excessen die gebeuren in een land wat je niet kan terugdraaien. Tegelijkertijd zit een bepaalde ontwikkeling achter die excessen. Mensen komen gewoon niet uit. Mensen zijn gefrustreerd en het lijkt erop dat de top van het land niet naar hen luistert. En dan krijg je deze disrupties. De VES had graag dat dat niet was gebeurd. Maar dat kan je alleen voorkomen met goed bestuur en beleid. En meenemen wat de samenleving naar jou reflecteert. Nog steeds is het, hoor je mensen herhalen van dat ze niet dat nog moet blijken of de overheid wel echt luistert naar de samenleving. En dat is dan de samenleving. Ook wij vinden dat de overheid, met name als het gaat om erg concrete adviezen, dat die niet opgevolgd worden en dat het ook niet duidelijk is waarom ze niet opgevolgd worden. De VES zegt nooit van dit is het enige pad om op te gaan. Als er een ander pad wordt gekozen, geen probleem, maar het moet wel goed werken in de samenleving. De afgelopen jaren merken we, dat was dan de vorige regering, er werden maatregelen genomen die zouden leiden tot een ontzettende devaluatie, bijna een ramkoers en de economie, een berg aan schulden. Het had niet gehoeven, want we hebben tijdig aan de bel getrokken en geadviseerd dat die keuzes verkeerd waren, maar dat geldt ook voor de huidige regering. Die vorig jaar, het tweede gedeelte van vorig jaar, een bepaald pad is opgegaan, geldcreatie, wat heeft geleid tot ontzettende devaluaties, waardoor mensen die al moeite hadden om uit te komen, nu echt een beetje de weemoed nabij zijn. En u heeft al een beetje daarover gesproken hoe de samenleving zich voelt in deze economische situatie, maar als u uw eigen visie zou moeten geven, hoe gaat het dus volgens de VES nu met de Surinaamse economie? Er zit een heel groot verschil tussen de cijfers en wat mensen voelen. De cijfers van de economie, u kunt het zien op de pagina van het IMF, maar u kunt het de laatste tijd ook halen van statistieken van de Centrale Bank. Vorig jaar heeft ons land een matig positieve groei doorgemaakt en dit jaar zet dat voort. Maar mensen voelen dat niet verteld in hun portemonnee. Sterker nog, veel mensen vinden dat ze hebben de bewijzen ervoor dat ze er armer op zijn geworden. Waarom? Die prijsontwikkeling, de devaluatie heeft gemaakt dat veel zaken, met name basisgoederen, duurder en duurder zijn geworden. Mensen hebben keuze moeten maken om een paar van de dingen die ze gewend waren niet meer aan te schaffen. Dat is pijnlijk voor je gezin. Als je dingen waarvan je vindt dat het noodzakelijk is, als je die niet meer of in een mindere mate kan aanschaffen. Vele mensen voelen dat het slechter gaat met het land. De cijfers lijken dan ook een beetje bedrog op de waarheid. Want bepaalde cijfers zijn toch wel niet in het rood. Maar de meeste mensen voelen aan dat alles wel in het rood is. Dus die discrepantie moet goed uitgelegd worden door de overheid. Een van de redenen, een van de dingen die niet voldoende wordt uitgelegd door de regering, is dat als je komt van een dusdanige economische crisis uit het verleden, plus een COVID-crisis, dat het veel tijd kost voordat je uit dat dal klimt. Op het moment dat het staatshoofd dan, dat was eind vorig jaar, begin van het jaar, zegt, het wordt een jaar van verlichting, en dat komt al een paar dagen daarna niet uit, worden mensen wel wrevelig ervan. Want uiteindelijk verwacht men eerlijkheid van de regeerders. Ook voor de regeerders heeft het geen zin om zaken te positief te brengen, weten dat het niet zo zal uitwerken. Dus er is een groot spanningsveld tussen de realiteit, sociaal-economische realiteit, bijna maatschappelijke realiteit, en de macrocijfers waar de overheid, de president, ook de minister van Financiën te vaak over hebben. Er zit veel meer daartussenin en dat moet goed uitgelegd worden.
Okay. U heeft net gesproken van dus dat de regering een bepaalde weg is opgegaan voor geldcreatie. En we hebben gemerkt dat onlangs de Centrale Bank van Suriname heeft aangegeven dat er nieuwe biljetten geïntroduceerd zullen worden, grotere coupures. Is er met de introductie van de nieuwe bankbiljetten sprake van devaluatie? Alleen als er meer geld in omloop komt. Gisteren was de presentatie van de Centrale Bank met in principe een aankondiging dat volgend jaar de coupures in relatie worden gebracht met de garantie dat het neutraal zal gebeuren. Dus dat er door deze handeling geen extra geld wordt gecreëerd. Want zodra dat gebeurt, krijg je dan weer een cascade effect, een domino effect. Dus laten we die ontwikkeling hiervan volgen. Als economen kijken we natuurlijk wel naar de tabellen en de ontwikkeling van de geldhoeveelheid. Dus op zich hoeft het uitgeven van nieuwe coupures niet te leiden tot inflatie. Veel mensen praten daarover. En ik vind dat de twee belangrijke autoriteiten hierin, beginnen bij de Centrale Bank, wel die zorg moeten wegnemen bij de samenleving dat dit alleen voor het betaalgemak is. Wat we nu hebben is dat door die ontzettende devaluatie en het feit dat het grootste biljet dat we tot op dit moment hebben, 100 SRD, is. Je met een bundel van 100 SRD's over straat moet gaan om vrij simpele zaken aan te schaffen, weten dat criminaliteit ook reizend is. Dus stel bijvoorbeeld dat je op dit moment 50 coupures van 100 nodig hebt om iets aan te schaffen wat een beetje prijziger is dan wat een beetje prijziger is. Op het moment dat je 200 SRD-biljetten hebt, is het al de helft van dat aantal in je portemonnee en 500 nog minder. Tegelijkertijd moet je ook begrijpen dat we als samenleving moeten gaan naar een digitaal systeem van betalen. We hebben de technologie, maar het blijft een beetje hangen waarbij te veel mensen zeggen en we berusten ons dan erin dat we een cash-economie zijn. Dus we moeten langzaam overstappen naar volledig giraal of elektronisch betalen. Het is veiliger voor de persoon, plus dan heb je direct ook het bewijs wat je betaald hebt en wat je kan gebruiken wat je kan overleggen als bewijsmiddel. Ja, en een ander zaak waarmee dus de Surinaamse samenleving mee struggelt de afgelopen jaren. We zien dat veel mensen wegtrekken. Dus van u wil ik weten of de brain drain die we nu al een paar jaren meemaken invloed heeft op onze economie. Jazeker, en een zeer slechte invloed op de economie. Eigenlijk valt het direct samen met het vorige. Dus grote delen van de samenleving, met name jongeren, pas afgestudeerden, maar ook vroege schoolverlaters, we zijn weer op het moment dat de vakantie zal aanvangen. Mensen voelen aan dat het slechter gaat. Deze mensen hebben geen toegang tot tabellen en wat er gebeurt in het macro gebeuren is niet interessant genoeg voor hun. Of ze hebben geen toegang daartoe. Maar we halen wel uit de media dat dingen aan het gebeuren zijn. Volgend jaar kan eentje worden. Het heeft te maken met het finaal investeringsbesluit van twee grote oliemaatschappijen. Op het moment dat die keuze wordt gemaakt, zal een dusdanige transformatie van het land gebeuren. Wat betekent dat je ontzettend veel kader nodig hebt, ontzettend veel jongeren nodig hebt om trainingen te gaan volgen, om die banen in te gaan vullen. Dus het van beide kanten werkt het heel negatief. Jonge mensen trekken weg, mensen die goed opgeleid zijn trekken ook weg, maar zo meteen. Niet eens in de verre toekomst, in de echt nabije toekomst hebben ze nodig. Eigenlijk is het een goed teken, maar op een of andere reden is een groot deel van ons land zich niet ervan bewust dat de ontwikkeling direct met hun te maken heeft en niet alleen maar te maken heeft met het staatsolieondernemingsbedrijf of met een paar 10 of 15 rijkste Surinaamse bedrijven, maar voor iedere Surinamer ontzettend goed zou kunnen werken. En ik denk dat een heel belangrijke rol in deze is weggelegd voor de overheid, voor bedrijfsleven en alles wat daartussenin valt, maatschappelijke middenveld, om mensen die zorg die ze nu hebben weg te nemen en toch te besluiten om de hoop voor Suriname niet op te geven, omdat ons land toch veel betere
kansen heeft dan vele andere landen in de wereld. Alleen voelt het op dit moment niet zo aan. Ja, en dan nog een andere zaak die onze samenleving de afgelopen dagen, periode heeft beziggehouden, is de kwestie van de piramidespelen die overal op social media rondgaan. En we horen dus de gevolgen daarvan dat mensen hun gelden hebben geïnvesteerd, maar geen winst eruit hebben gehaald. Eigenlijk hun gelden hebben verloren. Hoe moet de samenleving eigenlijk omgaan met deze dingen? Ja, dus eigenlijk de samenleving dient beschermd te worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In een kleine samenleving zou dat erg makkelijk moeten zijn om dat autoriteiten kunnen volgen. Welke ontwikkelingen er zijn, met name als er iets nieuws is, kan je in Suriname, een groot deel van ons land is de hele tijd op elektronische media, social media, waardoor de autoriteiten toch wel via hun kanalen weten wat er speelt. Als de overheid weet, als de autoriteiten weten welke dingen zich afspelen in de wereld en dat die ongezond zijn en deze komen naar Suriname, heeft men de plicht om als eerste de samenleving te informeren van dit ziet er niet goed uit. En voor de gewone burger, zodra een verhaal te rooskleurig lijkt, is de kans ook erg groot dat het niet klopt. Vaak is het zo dat we in onze eigen omgeving als eerste te raden gaan, maar degene achter deze kansspelen, piramidespelen, zijn vaak dusdanig vernuft dat ze met geweldige verhalen komen die je niet goed begrijpt. Zodra je een verhaal niet goed begrijpt, is dat al reden genoeg om of nog meer vragen te stellen of eruit te stappen. Helaas gebeurt het toch jaarlijks, maar ook met nog een grotere frequentie. Dus als eerste de overheid moet tijdiger optreden. Nu we weten dat dit systeem in elkaar is gedonderd, moeten er ook sancties komen voor de organisatoren. Maar voor de gewone persoon, voor de burger, als iets te rooskleurig is om waar te zijn, is de kans groot dat het niet waar is. En, kunt u misschien simpel uitleggen hoe een piramidespel eigenlijk in elkaar zit? Ja. Eigenlijk is het meest makkelijke. Iedereen kan een piramidespel bedenken. Doe dat niet, want dat is crimineel. Zodra je begint met een bepaald systeem waarbij er afspraken zijn. Je begint met 10 mensen en 10 mensen geven geld aan jou. En elk van die 10 mensen moet weer 5 personen binnenbrengen. Al het nieuw geld wat binnenkomt wordt betaald om de eerste personen uit te betalen. De eerste personen zullen dan ook reclame maken van ja, Mickey's my money. Dus de derde en de vierde lijn gaat denken van het systeem werkt, omdat een aantal personen die het eerst zijn begonnen gegarandeerd hun inzet hebben. Totdat dusdanig veel mensen meedoen dat het niet meer mogelijk is om iedereen uit te betalen. Want let wel, er wordt niet echt geïnvesteerd. Op het moment dat er geïnvesteerd zou worden, iets wat dat rendement oplevert, dan alleen heb je die garantie dat die laag en die laag en die lagen daaronder uitbetaald worden. Dus je kan van alles en nog wat bedenken en een goed verhaal eromheen houden, maar belangrijker nog, een paar salesmen hebben mensen die zeggen van Mickey's my money en tramo Mickey's en bakka. En dat werkt dan goed genoeg en een kleine samenleving heb je voordat je het weet. Familie om je heen, vrienden om je heen die dan ook hun geld doorgeven. Totdat het systeem in elkaar dondert. Ja. Heeft u een specifieke boodschap omtrent met meedoen aan zulke piramidespelen voor de samenleving? Want dat is heel erg belangrijk. Ja, precies. Dus over het algemeen, stel altijd vragen. Dat geldt voor alles, maar zeker ook in dit geval. Als iets nieuw is, in dit geval dat wat zich de afgelopen dagen afspeelt, ik kan de naam ervan niet eens uitspreken. En je wil je geld erin beleggen, je geld erin stoppen. Op het moment dat het niet interessant is om in SRD's te sparen, want de inflatie is zo hoog dat je eigenlijk die van je eigen portemonnee wordt. Stel vragen. Als de antwoorden op je vragen niet begrijpbaar zijn en je stelt nog een keer vragen en ze blijven onbegrijpbaar, is de kans groot dat het niet klopt. Zodra mensen komen met technologische bijna toverwoorden, is de kans al groot dat het niet klopt. Als iemand niet in staat is om te vertellen wat hij met je geld gaat doen, waar en hoe hij gaat investeren, no put die money drop, is het toch beter om te gaan sparen, ook al is de sparen te laag, of iets anders te gaan doen met je geld. Ja, hiermee zijn we ook gekomen aan het einde van dit interview. Heeft u een boodschap naar de samenleving over misschien een economische tip?
Ja, ja precies. Ons land zit op een kruispunt. En natuurlijk, dit hebben we misschien vaker gehoord. Wat ik bedoel met ons land zit op een kruispunt. Heel veel dingen kunnen gaan gebeuren in de komende maanden. Ik praat niet eens over de komende jaren. Een gedeelte heeft te maken met aardolie. Soms worden we in de ether een beetje verstoord met moeilijke woorden als carbon credits. Maar die andere is van we hebben een bos staan. En dus de wereld moet ons daarvoor vergoeden. Hiervoor hebben we wel onze samenleving nodig om het goed te organiseren. Als ons land leegloopt, gaan we dit niet kunnen organiseren. Succes moet je organiseren met de Surinamers. En mijn boodschap is dan ook vooral aan de mensen die pas zijn begonnen met werken. Jonge Surinamers, mensen die pas de school verlaten. Nolas Bribi, kies voor Suriname, kies liever niet voor landen aan de Noordzee of voor andere Caribische landen. Wij hebben op papier, en dat meen ik echt, veel meer perspectieven. Het voelt op dit moment niet zo aan, maar wij hebben ontzettend veel betere perspectieven. En op het moment dat het aardoliegebeuren mocht starten, en we lezen bijna dagelijks in de krant dingen die erop lijken dat het inderdaad de positieve kant op gaat, gaan we dusdanig positieve verandering in Suriname zien dat er ontzettend veel banen, goed verdienende banen, worden gecreëerd waarbij een beetje skill nodig is en bedrijven die nu in een dip zitten, een oplift kunnen meemaken. Dus nolas bribi, maar je moet geloof hebben in, als eerste in jezelf, in je eigen gezin en in je land. Kies voor Suriname. Wij kunnen een mooie toekomst tegemoet gaan, maar die mooie toekomst moet voor Surinamers zijn en niet voor mensen die we straks moeten importeren om die banen te kunnen invullen voor kader wat nu wegtrekt. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Zo kijkers, de boodschap van meneer Dibi Persat was duidelijk. Kies voor Suriname. Met deze woorden zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.